Nou, ik ben Klaas Ruitenberg. En waarom zit ik in de politiek? Dat ik het belangrijk vind dat ook Gods woord in de Staten een aandacht krijgt. Eigenlijk de samenvatting van de 10 geboden is God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Hoe kunnen we een beter uitgangspunt voor politiek handelen vinden? Daarom vind ik dat ook de Gelderlanders allemaal op de SGP moeten stemmen. Nou, ik ben in de gemeenteraadspolitiek begonnen. Dat is heel concreet. En dit is op een wat hoger niveau en daar vind ik mij heel goed bij. Ik vind het leuk om te doen. Bestuur is mijn hobby en daar kun je me wakker van maken. De provincie doet heel veel op ruimtelijke ordening gebied. En wat bedoel ik dan? Eigenlijk van waar komt wat? Dus op een gegeven moment maakt de gemeente wel uit hoe je mag bouwen, maar waar je mag bouwen. Dat is eigenlijk de provinciale aangelegenheid. Dat geldt heel breed, ook voor natuur. Waar mag je boer zijn? Alles. Waar is industrie? Een provincie heeft daarnaast ook op cultuur doen ze heel veel. De provincie gaat over waar komt wat. Nou, er is heel veel regelgeving die botsen. Denk bijvoorbeeld aan natuurbelangen en agrarische belangen. De provincie is ook verantwoordelijk voor waar natuurgebieden komen. Nou, dan moet je zorgen voor een goede match en dat. Het kan niet zo zijn in onze beleving dat natuur heilig is en de boer, zeg maar, nou ja, daar kun je mee doen wat je wilt. Het is ook wel eens geweest dat het wonen dat heel erg in de klem kwam. En wij willen graag dat er voldoende gebouwd kan worden voor iedereen. Dan komen allerlei voorstellen langs en daarover kan dan een mening gegeven worden. Dan verdelen we de onderwerpen over de fractieleden en dan gaan we in debat met de andere statenleden. We zitten natuurlijk in verkiezingstijd, heel veel campagne voeren. En dat is onder andere werkbezoeken houden, mensen opzoeken die ook SGP'er zijn. En dan met elkaar kijken van, nou ja, wat wil je dat er gebeurt in Gelderland? Dus wij halen ook heel veel op uit de maatschappij. Nou, we hebben in de campagne heel veel aandacht gevraagd voor het ambulancevervoer. In Gelderland is dat al zo lang als ik in de politiek zit en al daarvoor is dat een probleem. Verder is het zo dat wij altijd veel aandacht hebben voor problemen die boeren ondervinden door regelgeving. Die regels zijn bedacht voor de situatie van gisteren, want je kunt vandaag geen andere regels maken. En die voldoen zeker in deze snelle tijd, in flexibele tijd, dynamische tijd, voldoen die niet meer aan de regels van morgen.